Lekker zitten. Dank je. Of liggen. Ik zit een beetje zo'n combi wordt het, hè? Half een lounge en sfeer. Zalig, toch? Ja, zeker. Laten we gelijk. Slaap jij hier ook? Ja. Leuk. Laten we met de festiviteiten beginnen en proosten. Proost. Op een nieuw festivalseizoen. Happy New Festival Season. Ja, joh. Ja. Mimosaatje. Is die goed gekeurd? Zeker. Okay. Alles met bubbels is gaat er wel in. Ik begrijp dat jij één ding op je rider hebt staan. Dat is ook met bubbels, toch? Ja, dat is een fles cava. Ja, ik drink geen bier, dus dan... Gaat die dan op? Vaak deel ik hem uit. Oh, toch wel. Want het grappige is dat ik zelf bijna niet drink als ik draai. Oh ja. Dus, ja. Uitdelen, ja, daar maak je ook vrienden mee. Daarom, ja. Hey, de start van een nieuw festivalseizoen. Is dat waar je naar uitkijkt tijdens de donkere clubmaanden? Ja, zeker. En het komt vooral omdat ik dan wat meer nachtrust heb. Oh ja? Ja. Oh, je bent DJ en gesteld op nachtrust? Zeker, ja. Oeh, dat is een pijnlijke combi, hè? Een hele ingewikkelde cocktail. Zeker, ja. En ik hou gewoon van het kleurrijke en het lichte wat een festival heeft. Ja. En denk je dat jij als DJ beter tot je recht komt in een club of op een festival? Ik denk als het geluid goed werkt en de platenspelers goed werken op een festival. In de praktijk werkt dat vaak beter in een club. Ja, dat is een uitdaging wel. Ja, het is, denk dat ik, zolang het een intieme ruimte is waar mensen contact met mij kunnen maken, dan kom ik denk ik het beste tot mijn recht. Ja, het is geen hele gigantische festival wij dus. Nee, dat heb ik een paar keer wel gedaan, wat super tof was. Maar dat voelde heel, heel erg ver weg. Ja, het is ongezellig. Ja. Ik snap precies wat je bedoelt. Ja. En wat hoop je dat dit nieuwe festivalseizoen jou gaat brengen? Nou, grappig dat je dat vraagt. Ik heb eigenlijk nooit verwachtingen van een seizoen of van het DJ-leven. En dat gaat tot nu toe heel erg goed en daardoor word ik altijd verrast. En wat ik heel erg hoop is dat ik gewoon op mooie plekken kan komen. Waar, dat eigenlijk... En zijn er nog goede festivalvoornemens misschien? Ik zie van, dit heb ik vorig jaar helemaal verkeerd aangepakt. Dat ga ik nu anders doen. Wat meer gewoon naar een festival gig en terug. In plaats van op het festival blijven hangen. Het is grappig, dit zeggen meer mensen. Ja. Dat is echt een goed voornemen. Dat is een beetje de, ik ga meer sporten van de festivals. Ja, deze week begonnen met yoga. Echt? Ja. En gaat het goed? Kan je al gekke poses? Nog even. Blijf volhouden. Ja. Zeker. In een muzikaal landschap dat de afgelopen jaren zoveel sneller is geworden. Meer trance, meer hardhouse, meer TikTok techno. wil jij graag wat meer soul en diepgang toevoegen met jouw muziekselectie? Heb je het idee dat daar nu ook weer meer ruimte voor ontstaat? Een klein beetje. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de line-up vandaag, zie ik dat er op de frequency stage wel wat meer warme geluiden staan. Maar over het algemeen is het nog steeds best wel... toch op de harde elektronische geluiden gericht. Waar zeg maar voor corona sloten bijvoorbeeld op Lentekabinet alle stages af met een disco of een house set. En nu is dat toch meer wat zwaarder elektronisch geluid. En ik denk dat daar gewoon iets meer balans in mag komen. Ja, ja en dan is het daar nog sophisticated op Lentekabinet. Ja. Maar het zou fijn zijn als die ruimte er weer komt. Maar ik heb zelf ook het gevoel dat het omdat het is al de hele tijd zo snel en hard. Er moet gewoon een tegenbeweging komen, toch? Ja. Dat het weer... Zeker. Ook omdat de aandacht voor een set is ook korter daardoor. Omdat het vaak... Sets zijn gewoon over het algemeen sneller. Veel breaks. En gaan, break, gaan, break, gaan. Waardoor het de aandachtsboog van het publiek gewoon wat korter wordt. Ze zijn het aan het verpesten eigenlijk. Sommigen wel, ja. Je bent zelf anders gaan draaien nadat je een show van Danilo Plesso zag. Zeker, ja. Klopt. Motor City Drum Ensemble, zo heette die vroeger. Die is hier ook dit weekend. Zeker, ja. Dat is dan een van dat is voor mij een grote inspiratie. Ja, toch? Ja. Kun je ons misschien meenemen naar dat specifieke moment dat je hem zag? En wat veranderde er in je hoofd? Ik weet nog dat ik zelf ook best wel wat meer in het elektronische geluid zat. En toen was er, volgens mij was het Zeezout Festival in Utrecht, Tivoli. En toen ging ik daarheen en daar was disco en house. En ik had hem toevallig daarvoor al een keer met Floating Points en Echo gezien. En toen dacht ik, nou wat is dit voor muziek? Wat is dit voor blije muziek? Ik
Ik weet even niet goed wat ik hiermee moet. En toen zag ik hem dus een tweede keer in Tivoli. En toen dacht ik, dit is het. Je kan blijkbaar 6 genres in 1 uur draaien. En dat klopt en dat werkt. En dat, dat wil ik ook. Ja, en dat zulke geluiden gewoon het kunnen doen in een soort van clubomgeving. Ja. Dat is heel bijzonder, toch? En ik bedoel, iets kan nog steeds hard zijn. Of ik kan bijvoorbeeld ook wel eens wat techno draaien, maar het is dan wel soulful of niet 2 uur techno. Ja, de soul altijd in de buurt. Zeker, ja. Je draait zelf het liefst alleen vinyl. Dat vergt natuurlijk een andere voorbereiding dan wanneer je gewoon met USB'tjes draait. Ja. Hoe ziet jouw voorbereiding voor een dag zoals als vandaag eruit? Wanneer begin je? Hoe lang ben je daarmee bezig? Ja, vandaag was wel even een pittige. Want vandaag had ik drie verschillende dingen, waarvan er dus 2 werden opgenomen. Hier bij de beat en de opening set hier. Mm-hmm. Dus toen dacht ik, oké, nu wil ik dingen laten horen die ik nog niet eerder in sets heb laten horen. Dus toen ben ik eigenlijk de hele week van maandag tot met vrijdag gewoon hiermee bezig geweest. De hele dag. En, maar wat gewoon helpt is dat ik natuurlijk al best wel veel platen heb verzameld. En wel een bepaald beeld heb bij wat ik wil laten horen. En dat stop ik dan in mijn tas. Ja. Ja. Bizar om te bedenken dat je, zeg maar, want het gaat om een uurtje. Ja, en ja, dit was een uur en dan was vanochtend 3 uur. Ja, oké, dat is echt wel wat andere voorbereiding. Natuurlijk. En vannacht ook nog 3 uur. Oh ja. Ja. Dus ja, dat is iets om de hele week mee bezig te zijn. Ja, zeker, ja. Ja. Zou jij jezelf omschrijven als een paradijsvogel? Oeh, ik mezelf. Mezelf niet, maar mijn clubavond wel. Precies, ja. Dat is waar ik naartoe wilde. Want afgelopen jaar gestart met je eigen clubavond. Zeker, ja. Waar de paradijsvogel centraal staat. Zeker, zeker. Daar komt in ieder geval de naam vandaan. Ja, het Parotia. Is, de Parotia. Parotia, ja. Klopt. Dat is wat ik zelf merkte was dat ik dus meer ruimte wil bieden voor verbinding op de dansvloer. En voor een wat warmer geluid. En toen dacht ik, oké, wat... Wat beeldt dat, zeg maar, uit? En toen kwam ik uit op... mijn vriendje kwam met het idee op de paradijsvogel. Omdat een paradijsvogel een hele mooie paringsdans met elkaar doet. Waarbij heel veel kleuren en verschillende vormen voorbij komen. En toen dacht ik, die verbinding, dat gaat ook heel erg over verbinding. En dat is ook wat ik eigenlijk zoek op een dansvloer. Verbinding met tussen de mensen, verbinding met de DJ en wat meer... met elkaar zijn. Wat mooi. Ja, dus dat... Toen ontstond Parotia. Ja, en wat grappig dat jouw vriend dus de hele dag... naar paringsrituelen kijkt. Zeker, ja. En gelijk deze link kon leggen. Ja. Bijzonder. Ja, 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 ja. Super creatief brein. maar ontbreekt het te veel aan paringsdansen op de dansvloeren in Nederland? Het gaat niet zozeer om die paring, maar gaat meer over die verbinding. En ik denk... ik vind het daarom ook fijn als mensen geen telefoon of filmpjes maken tijdens een set. Of niet al te veel, als ze dat een keer doen. Prima. Ja, maar. Ja en dan komen we toch weer terug op die harde geluiden. Ja. Bij die harde muziek zit je gewoon... dat is best wel een soort van individueel ding natuurlijk. Ja. Terwijl in die wat meer, bij die wat meer warme geluiden is het toch met elkaar dansen en meer vanuit de heupen. Er moet meer vanuit de heupen meer vanuit de heup gedanst worden, dat zeker. Dat is één ding dat zeker is. Ja, zeker. Hoe ziet de toekomst eruit van je clubavond? Het is een echo. Heb je veel plannen? Ik heb het... toevallig vorige week was de 2e editie in het skatecafé. Oh ja. En dat was een heel groot succes. Dat ging echt beyond mijn verwachtingen. Dus de volgende editie is weer een echo in mei. En daarna waarschijnlijk weer skatecafé en dan weer echo. Dus dat... Je blijft lekker heen en weer. Heen en weer. En wat ik heel graag wil, is meer dagfeestjes. Op zondag, zondagavond, zondagmiddag. Ja, zodat je lekker ook weer lekker zodat ik ook op tijd naar bed kan, ja. Dat moet het goede voornemen zijn voor iedereen. Ajuma wil gewoon op tijd naar bed. Ja, zeker. Thanks. Proost. En cheers. En weet je dat wij elkaar al een keer eerder hebben gezien? Is dat zo? En wij zijn nooit samen op een bruiloft geweest. Op een bruiloft? Op wiens bruiloft was dit? Van Radna en Bart. Oh, echt? Ja. Oh, wauw. Nu weet ik het weer. Ja. Nu weet ik het weer. En toen was ik ook degene die... Jij was toen de...
de ceremoniemeester. Ja, de trouwambtenaar. Ik zei toen, tot de scheidt ons dood. Ja. In plaats van tot de dood ons scheidt. Het wordt nog steeds kwalijk genomen. Nou weet ik het weer. Ja. Had je niet vroeger dan verkering met het... Met Kibo. Ja, zeker. Ja. Het wordt nu heel persoonlijk. dames en heren. Thanks.